Julian Lelieveld. Solomon zit ertussen. Dekker vangt op. Zoeken uiteraard naar Verheid. En die komt hier door een blunder van Kotaski nog bijna aan een grote kans. Slippertje van die Kroaat. Alsof die bal onder stroom stond. En nu is hier Verheid. Nou, weer een fout achterin bij Ajax. En dan gaat hij er wel in. Thomas Verheid pakt een Amsterdams cadeautje uit en zorgt voor de 0-1. Lijkt toch niks aan de hand. En Solomons geeft hem veel te kort. Verheid zit ertussen en die rondt het uit een moeilijke hoek wel knap af. Verheid. Nu Solomons wel sterk. Danilo. Bijleveld. Czerny. Combinatie. Bijleveld. Vlag blijft naar beneden. En daar is het al 1-1 via Traoré. 4 minuten onderweg. 2 goals gezien. Dat is een behoorlijk tempo. En hier doet de scorende partij het volledig op eigen kracht. Schuurs voor de kanonskogel. Czerny voor een wat meer gevoelige inzet. Daar is Schuurs en daar is het 2-1. Je weet dat het gaat gebeuren, maar Go Ahead Eagles en voornamelijk Verhulst zetten geen verweer op. Hij kan het en hij doet het per Schuurs. Door de muur heen. Dat is opvallend, want die muur staat er om deze bal dus te keren. Dit is een klassiek trucje. En de voorzitter is prima en Verheid met een 2-2. En zo heeft die invaller direct een belangrijk aandeel. Hij maakt zijn tweede van de avond. Maar vooral dankzij die uitstekende actie van Lelieveld, die back. En daar verdient hij terecht de credits voor. Dit is een aardige bal. Danilo doet het zelf en scoort de 3-2. De topschutter van Jong Ajax slaat weer toe. Met nummer 14 van het seizoen. En zo is het ook een spektakelstuk in de tweede helft. Noah Lang weer met een leepballetje. Nou, is het nu dan wel raak? Jazeker. Lassina Traoré rond deze kans wel af. En zo Jong Ajax op 4-2. Mooi aangegeven door Lang. Lekker meegenomen door Traoré. Traoré. Eerder bij de bal. Traoré houdt goed het overzicht. En daar is het al 5-2. Danilo tikt binnen. En zo wordt de score toch aardig opgevoerd door Jong Ajax. Jong Ajax. Veel te sterk voor de ploeg uit Deventer.